vind het geweldig om het hier te kunnen zien. Je komt eigenlijk nooit binnen op zo'n locatie. Dus het is echt heel leuk om gewoon eens te kijken van hoe ziet het er nou uit. Nou, ik had vandaag eigenlijk gepland om naar Tiel te gaan. Maar het is 200 jaar koninkrijk. Dus ik denk, ik ga naar Den Haag, want het is eenmalig. Waarvoor staat u in de rij? Voor de Eerste Kamer. Ja, het is een indrukwekkend mooi gebouw. Ik ben hier nog nooit geweest. Dus dit straalt echt iets van vroeger uit. Ja, een beetje nostalgie. Indrukwekkend. Dames en heren, van harte welkom. En vandaag hier op deze plek hebben wij het tweede Prinsjes Headwalk voor u georganiseerd. Ik werd in 1977 gekozen voor de eerste keer in de Tweede Kamer. En ik kwam uit Leiden. Ik had in Leiden gestudeerd. En in Leiden was het traditie dat als je naar een receptie toe ging of als er iets een groot feest was, dan droeg je een hoed. En toen dacht ik van ja, ik was zo dol Prinsjesdag. Wauw man. En ik heb zo'n oranje hart. En toen dacht ik van, als je nu uit hoffelijkheid naar de majesteit toe, als je nu geen hoed draagt, wanneer dan nog wel? Dus ik ben begonnen met een hoed en het was net na de val van het kabinet een uil. Dus iedereen zei, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Dus het was een beetje merkwaardig. Maar heel snel is het overgenomen en het is eigenlijk steeds gekker geworden.